Nou, speciaal voor mijn medebouwer. De motor zit erin, ouwe. De motor zit erin. Ik ben druk bezig geweest. ESC. Nou, dat ligt allemaal nog even los. Ik denk dat we daar maar eens even naar moeten kijken. Ik maak me zorgen over Center of Gravity. Want volgens mij gaan we niet goed wegkomen met die accu en alles. Dus we moeten nog even goed naar kijken hoe we die gaan plaatsen. Hoor je een mooie klak, klak. Nou, ik heb twee servo's uit de vleugels van een van de Hawksky's gehaald. Die zitten netjes hier. Controle wat netjes naar achter. Met een boutje netjes vast eraan vast. Nou, allemaal gewerkt, getest. De KF erop. Die zit erop. Nou ja, ik heb alle naadjes nog eens eventjes een beetje zo goed, zo kwaad mogelijk nagelopen. Ja, en hier is het moment dat we zien natuurlijk, hè. Nou, daar gaat hij hoor. We gaan naar rechts. Dus rechtse flap komt omhoog. Links gaat naar beneden. We gaan naar links. Vice versa. We gaan naar boven. En we gaan naar onder. Dus het werkt. En in alle mogelijke combinaties. Het werkt, het werkt. Oh ja, en de motor natuurlijk. Maar die heeft er absoluut zin in. Dus nou... jij mag vliegen.